Jori Schonewille, we zijn op het industrieterrein van Delensvaart. Je bent druk bezig met de voorbereidingen van het eerste bluesfestival hier in Delensvaart. Ja, hier in Delensvaart weet ik niet of het het eerste bluesfestival is. Ik weet wel dat het vanuit mij het eerste bluesfestival is. En naar mijn idee is de blues erg een trek hier in Delensvaart. Ja, want je gaat morgen en overmorgen twee evenementen organiseren, hè? Ja, morgenavond van 9 tot 2 is de bluesavond. En overmorgen is er een hardcoreavond, dus totaal verschillende doelgroepen. En die vindt dan zaterdagavond van 9 tot 2 plaats. Maar in ieder geval, wat morgenavond begint het, en dit is jouw eerste evenement, of niet, wat je organiseert? Of heb je al, want jullie doen er een opleiding voor, ja, hè? Ja, ik doe de opleiding evenementen eerste tech. Ja. Of evenementenorganisatie doe ik. Ja. En ik organiseer nu voor de derde keer Easter Tech. Ja. Ja, dat voorgaande jaren was succesvol. En op een gegeven moment dacht ik, kan ik nog meer mensen in Delensvaart ergens mee plezieren. Nou, toen kwam mede door mijn schoonvader de blues aan bod. Dus daar ben ik eens gaan kijken en toen merkte ik toch echt wel dat werkte. Dus Easter Tech doe ik al wat langer nu. Dus nu mijn derde jaar. Okay. En de blues, dat is nu de eerste keer. Oké, okay, en kun je een paar namen noemen wie er morgenavond zijn? Op de blues komt Cas Lux, dat is de zanger van Brainbox. Dat is een beste band, ik denk dat de meeste mensen... De echte bluesliefhebbers die... Ja, en zeker uit de jaren 70 weten ze van Brainbox. Ja. En de Velma Brothers komt, dat is ook wel een landelijk bekende band. Lazy Daisy, Cool and Luke. Lazy Daisy is hier de plaats ook wat meer bekend inderdaad. Ja. Net zoals Cool and Luke. Die zijn net begonnen, maar zeker niet de minste. Ze zijn hard op weg naar de top. Ja. Dus die jongens komen nog. Dus ik heb een beetje een mix tussen plaatselijk en landelijk talent heb ik er staan. Oh, en zaterdagavond ook met DJ's heb ik meestal wel de meeste plaatselijke talenten. En dan komt nog... DJ Stenton, en die stond in de jaren 95 al op de nodige housefeesten. In de jaren? 90. Hoe zeg maar, volgens mij zijn 50. Jaren 90 stonden ze al op de nodige housefeesten, want toen was de muziek dus nog echt in trek. Nu is het al wel, heeft de dance het gewoon wat meer overgenomen. Dus, maar dit feest dat probeert het weer helemaal terug te brengen. Easter Tech dan, hè? Terug naar de Turn of the Bass. Yes, Turn of the Bass. Ja. Hoppa. Nou, morgenavond komen we langs. Helemaal we wensen je nog veel succes met de voorbereiding. En trouwens, wat is het adres? Waar kunnen ze alles terugvinden? Ze kunnen alles terugvinden op www.easterTechFestival.nl en www.theforcebluesfestival.nl. Ja. En ze kunnen, het adres is Galileistraat 25 in Delensvaart. Tot morgenavond. Tot morgenavond. Laters.